Dus wat voor een week heb jij beleefd in Blackpool? Ja, een geweldige week natuurlijk. Hè. Als je halve finale kan halen bij een World dat is een van de grootste televisie van Darts. Ja, dat is geweldig natuurlijk. Ben je al een beetje uit die roes geraakt? Nou ja, ik zit er nog steeds in, natuurlijk. Hè. Kijk, jullie interviewen me ik heb dadelijk een opname met de radio. Dus nou ja, in principe het blijft ze doorgaan, denk ik wel. Wat waren jouw verwachtingen vooraf? Ja, in principe had, had ik nog geen verwachting. Eh, eerste ronde Michael van Gerben. Ja, dat is gewoon de nummer 1 van de wereld. Hè. Dus in principe had ik niks, niks, nog niks verwacht. Alleen ja, als je van hem kan winnen, ja, misschien zit er dan wel een titel in. En om dan de halve finale te halen, ja, is geweldig. Hoe doe je dat winnen van Michael van Gerwen? Dat lukt bijna niemand tegenwoordig. Nou ja, het is me twee keer gelukt. Hè. Dus uh, nou ja, het gaat me goed af. Uh, ja, ik speel gewoon mijn eigen spelletje. Ik doe gewoon mijn eigen ding. En uh, ja, uh, ja, ik win twee keer van hem. En dan stoom je door tot de halve finales. Is dat achteraf een prestatie waar je met heel veel trots op terugkrijgt? Of zit er toch nog een klein beetje zoiets van, had ik maar? Nou ja, kijk, tuurlijk heb je, heb je wel zo'n een waar je denkt van, ja, misschien had ik hem daar, daar wat laten liggen. Kijk, een dubbeltje of eh, net als op 10-10 mist ik een paar dubbeltjes om 10-10 te maken, zeg maar. En eh, ja, tuurlijk heb je wel eens van die momenten waar je denkt van, misschien had ik daar wel een paar kansjes. Maar ja, nog, achteraf ben ik gewoon zeer tevreden met eh, wat ik gepresteerd heb. Heb je nu een beetje een idee van hoe jouw prestaties geleefd hebben? Nou ja, ik heb zeker wel, wel een idee gehad ja. Want uh, ik heb echt uh, mijn telefoon na elke wedstrijd, dat, dat ontplofte gewoon. Uh, op een gegeven moment Facebook, uh, 300 berichten, Whatsapp, 400. Uh. Ja, dat was uh, echt gigantisch. En hoe nu verder voor jou? Hoe nu verder? Eerst vakantie, eerst vakantie. En dan, uh, ja, september ga, gaat de Tour weer beginnen. Dus dan, uh, ik ga twee weken even, even in augustus ga ik lekker weg. En dan, uh, ja, dan gaat ze tuin beginnen. Want wat zit er nog in het vat, volgens jou? Ja, wat zit er in het vat? Ik denk dat, dat, uh, dat dit eigenlijk pas het begin is, weet je. Wel? Kijk, uh, als je halve finale kan halen, misschien zit er wel een wereldtitel in. Je weet het nooit. hè. Kijk, uh, ik begin pas net. In principe. Dus uh, ja, wie weet er zit er veel meer in. Dit smaakt naar meer. Zeker weten.